Ik ben Noël en dit is Juraya en dit is van Bibi. Ah! Hey Jackie, bekken! Ik haat rennen. Hey jongens, even. Ik wil nu mijn advocaat spreken, ja, Mokrovic. De eerste die nog zijn bek overtrekt, die taser hij plat. Oeh, lekker! Zo'n Bibi gaat over Aziz, die werkt op een rotkantoor en hij heeft eigenlijk best wel een rot leven. Zijn broer Mimoun Ouedraogo, heet Mo in de film, die valt hem de hele tijd lastig. Er is één lichtpuntje, namelijk een heel mooi meisje op kantoor wat hem heel erg leuk vindt, waar hij een date mee heeft, waar hij bijna mee uitgaat. En net op het moment dat dat een beetje goed lijkt te gaan, wordt hij ontslagen, komt hij in de gevangenis terecht en breekt er ook nog eens een zombie-epidemie uit in Amsterdam. Waardoor hij eigenlijk die date nooit door kan laten gaan met het meisje, haar kwijt dreigt te raken en besluit om alles op alles te zetten om haar te redden. Hoe zijn jullie bij deze film betrokken geraakt? Hij is op straat ontdekt. Ja, ik liep daar een keer dronken rond in Amsterdam. Ik kom officieel uit Rotterdam. Maar het was eigenlijk dat ik gewoon een keer echt helemaal van de kaart was. En toen was ik gewoon, toen liep ik als een soort van maffe zombie een beetje door die straten heen te banjeren. Ja. Half kotsend. En puisten had ik toen nog, die knalde bijna open. En toen kwam een van de regisseurs naar me toe en die zei van, we gaan bezig met een film. Ja. Weet je wel, jij lijkt wel echt iemand die gewoon perfect erin past op deze manier. Na de crash van het ruimtestation is de Nederlandse bevolking vrijwel zeker blootgesteld aan een nog onbekend virus. Bah, wat vervelend toch allemaal. We hebben ooit bedacht dat we 150 shots zouden hebben met effecten. En uiteindelijk werd het er 500. Dus het is echt on-Nederlands dat er zoveel effectshots gemaakt worden voor zo'n film in zo weinig tijd. Het is echt heel gaaf geworden. Ja, dat was iets waar we stiekem van gedroomd hadden. Maar dat is ook echt gewoon gemaakt. Want de jongens die dat allemaal gingen maken waren zo enthousiast. Want het is ook zo, dit maak je nooit in Nederland. En nu kunnen we eindelijk een keer losgaan met grote explosies en bloed wat alle kanten opvliegt. En hoofden die van hun lichamen afknallen en zo. En ja, het is daardoor ook gewoon super grappig. Want het is gewoon het meest absurde wat je ooit gezien hebt in een Nederlandse bioscoop, denk ik. Dus het is gewoon wel echt een enorm spektakel. Vrouw, gaat het? Want dus niet alleen de zombies vonden het heel leuk, onze cast vond het ook echt geweldig. Want zoals Gigi, Martijn haalt Gigi aan, die is in de film een soort van actieheld. Nou, daar ging ze ook helemaal voor. Je kent er natuurlijk het beste van GTST. En hierin heeft ze echt een compleet andere rol. Het is echt een soort van heldin die alle zombies in elkaar schopt en van auto's springt en met een hamer vecht. En het is ongelooflijk wat ze allemaal doet en wat de energie zij ook meebrengt op de set. Het is echt heel, heel gaaf. Ik sta zombies in elkaar met bowlingballen. Dat is eigenlijk mijn ding, ja. Dat is een zelfgemaakte hockeystick met een schaats eronder. Hollandser kan het ook niet, eigenlijk. Dus ik heb zo'n soort van golfstick, zo'n number 8, weet je. Dus die is licht, maar ook fataal. Dus daar kan je wel echt flink mee door ze heen rammen, gewoon. Ik begin met een kruisboog en op een gegeven moment vervang ik die voor twee Uzi's. Een minigun. Het heet een minigun. Want die dingen zitten normaal onder de helikopters of aan tanks vast. Dit wapen is eigenlijk helemaal niet zo indrukwekkend als het eruit ziet. Ik heb ook een krukje in deze film. En dat is eigenlijk het wapen van der wapens. Dus het krukje, onthoud dat. Als je het nu ziet in de film, dan weet je dat het aan is. Kijk even naar een stukje van de film, weet je. Kan je even zo een stukje zien? Zo. Mij hebben ze puur voor deze rol gevraagd, zodat het make-up kosten scheelt. Snap ik? Ik zie er al uit als een zombie. 16 februari, bij Pathé. Zombie. In de bioscoop. Hey, in de bioscoop moesten we nog erbij. Ja.